Ik ben Kim en ik leer Nederlands. Hi Kim, I am Eva. Nice to meet you. Ik heb deze boek gelezen en ik vind het veel goed. No, no, that is not good. It is dit boek en heel goed. Oké. Hallo allemaal, Dutch is to be. Ja, een taal leren. Een nieuwe taal leren. Of sowieso iets leren. Dat is niet altijd even makkelijk. En het is dan dus ook super normaal dat je soms problemen hebt met je motivatie. Dus in de video van vandaag gaan we kijken naar welke problemen op het gebied van motivatie jij zou kunnen tegenkomen. En ga ik jullie wat tips geven die misschien kunnen helpen om jouw motivatie weer te vergroten. En ik heb speciaal voor jullie een worksheet gemaakt, How to Find Your Motivation. Deze kun je gratis downloaden in mijn online school. Dus na het kijken van deze video, ga naar deze link. Hij staat ook in de beschrijving. In deze video verwijs ik naar verschillende platforms die jullie zouden kunnen helpen. Sommige zijn van mij, anderen zijn van derden. Ik wil alvast benadrukken dat deze video niet wordt gesponsord door een van deze derde partijen. Maar soms kun je wel een affiliate link van mij gebruiken. Wat betekent dit? Als jij via mijn link naar die website gaat, dan krijg ik een kleine bijdrage als jij je later aanmeldt. Soms zijn er kortingscodes voor jullie, soms ook niet. Maar ik wil hier transparant over zijn. Dus als jij straks denkt, nou, deze video was behulpzaam. Ik wil Kim ook een beetje helpen. Ga dan via mijn affiliate link naar deze website. Nou, het wordt een lange video, dus laten we beginnen. Ik heb vorige week op Instagram een aantal vragen gesteld. De eerste, wie heeft er problemen met zijn motivatie en hoe vaak? Wat zijn je problemen? En heb je misschien tips? Zoals je kunt zien, ondervinden veel mensen problemen. De helft soms en sommigen gelukkig nooit. Maar een heel groot deel zegt dat ze de helft van de tijd of soms zelfs bijna altijd problemen hebben met hun motivatie. Dus ik hoop met deze video jullie te kunnen helpen. En misschien dat het al helpt dat je ziet dat veel mensen dit probleem hebben. Want gedeelde smart is halve smart. Oké. Nou, die laten we er maar gewoon af. Daar ging mijn schilderij. Oké. Ja, wat zei ik? Wat zei ik? Nou, gedeelde smart is halve smart. Juist. En misschien helpt het je ook om van mij te horen dat ik ook problemen heb met motivatie soms voor mijn Spaans. Want ik leer natuurlijk Spaans. Laten we eerst kijken tegen welke problemen jullie aanlopen. En daarna gaan we per probleem kijken wat de oplossingen zouden kunnen zijn. Probleem nummer 1. Gebrek aan tijd. Ja, dit gaven velen van jullie. Probleem nummer 2, gebrek aan energie. En deze gaan natuurlijk vaak samen, hand in hand, ja. Want de meeste mensen hebben het druk, 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 druk. Niet genoeg tijd om alles te willen doen. En daardoor ook vaak vermoeid, omdat je zoveel moet doen. Dus gebrek aan tijd. Gebrek aan energie. Nummer 3. Niet genoeg mogelijkheden om te oefenen. Ja, laat ik een paar reacties voorlezen.
No interactions with others. Lack of interactions in public. Nobody wants to practice. Not much chance to practice in an informal setting. Ik heb geen taal, maatje. And difficult to practice outside of the Netherlands. Het is natuurlijk belangrijk als je een taal leert dat je ook kan oefenen. Dus als jij geen mogelijkheden hebt of te weinig om te oefenen, dat is natuurlijk heel demotiverend. Nummer 4. Geen vooruitgang zien of geen vooruitgang meer zien. Een aantal van jullie reacties. Sometimes I struggle to ever see myself improve and get overwhelmed. Don't find my Dutch improvement significantly anymore after a certain level. I feel like I never make progress in speaking. I don't see any progress. En ik merk dat ik helemaal geen vooruitgang boek. Dat is echt demotiverend. Ja, natuurlijk. Dit is heel demotiverend. Als je het gevoel hebt dat je niet vooruit gaat en denkt, waar doe ik het voor? Probleem nummer 5. Het is niet nodig, want iedereen spreekt Engels. Ja. Wat zeiden jullie? I honestly don't feel the need to learn stuff to live here, although I really want to. Dutch understand English overal. Everywhere. Overal, everywhere. Dutch understand English overal. No need to use it in daily life. And not much in use worldwide. Ja, dus waarom zou je het leren als je het niet nodig hebt? Als je het niet gebruikt? Dat is een goeie. Nummer 6. Velen van jullie zeggen dat Nederlands heel moeilijk is. It's a difficult language. Moeilijke grammatica en snel spreken. Dus de Nederlanders spreken te snel. It's difficult and overwhelming. Too many rules, sometimes no rules. And told by docent, so by the teacher, to memorize sentence as it is. Pronunciation problem. Difficult pronounce words correctly and talk fluently. Ja, dus natuurlijk is het moeilijk om motivatie te vinden als je iets super moeilijk vindt qua uitspraak of qua grammatica, qua regels, geen regels. Dit kan ik me goed voorstellen. Nummer 7, wat daar misschien mee samenhangt, is onzekerheid. So feeling insecure. I just sometimes think it's hard and I will fail. I think that I will never be good enough. I think I'll never make it to be fluent. And fear not to learn it. Dus dat is ook demotiverend als je jezelf onzeker voelt en bang bent dat je het niet goed doet of dat je het nooit zult leren. Nummer 8. Geen inspirerend of motiverend studiemateriaal. Ja, no engaging ways to learn and study. No good resources or good materials and lacking inspiration. Natuurlijk, als jij materiaal hebt wat je niet interessant vindt, niet inspirerend, dat is echt demotiverend. Juist. En nummer 9, de Dutch, de Nederlanders. Oh mijn god, Nederlanders. Dus wat zijn de problemen? Nou, op straat, Nederlanders, ze spreken zo snel. Ik ben teleurgesteld. Ik ook. Betreurenswaardige gedrag van burgers. Oké. Wat precies? The Dutch people. Demotivating Dutch people. Everybody speaks English. Sometimes even if you try Dutch, they will reply in English. En iedereen begint Engels te spreken zodra ze mijn Nederlands horen. Dit is super demotiverend, dat snap ik. Dan doe je je best. Je leert de taal, je spreekt Nederlands en die Nederlanders reageren in het Engels. Iemand zei, I think the main reason is not having you as my teacher. Aww. Well, I'm kind of your teacher, right? Here. Here. Yeah. Here. Here.
I can't remember new words. Ja, heel frustrerend. Ik heb hetzelfde in het Spaans. I don't have a Dutch partner. Okay, kan ook. En sommigen zeiden, I'm feeling distracted or I'm just being lazy. Dat kan natuurlijk ook. You're distracted by other things. Of gewoon lui. Juist. Zo zie je maar. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De meesten ondervinden problemen. Misschien niet allemaal precies dezelfde. Misschien herken je er één of twee of een paar. Laat het me weten in de reacties. Maar iedereen heeft zo zijn redenen om zich soms niet zo gemotiveerd te voelen. Mijn problemen met Spaans is dat ik vaak te weinig energie heb of geen energie. En dat aan het eind van de dag mijn hersenen vaak ontploffen. Ik heb gewoon chronische vermoeidheid en snel hoofdpijn. Ja, dus dat is mijn grootste probleem. Ook woon ik niet in een Spaanstalig land. Dus ik hoef het niet te gebruiken. Dus ja, ik moet mezelf motiveren. En ik heb moeite met nieuwe woorden leren. En ik ben ook bang om fouten te maken als ik praat. Dus ik herken sommige van jullie problemen ook bij mezelf voor mijn Spaans. Oké, laten we nu kijken naar oplossingen. Naar tips die ik kan geven voor deze problemen. Probleem nummer 1 was vermoeidheid. Nou, makkelijk. Weer slapen. Ja. Nee? Oké, hahaha, niet grappig. Nee. Vermoeidheid is een groot probleem. En als iemand de oplossing heeft voor vermoeidheid, geef hem me, alsjeblieft. Want ik heb het altijd. Dus als je heel moe bent, ga je niet even gezellig een grammatica boek pakken en deze leuk lezen en oefeningen maken. Nee, maar wat kun je wel doen als je moe bent? Nou, misschien een lekker muziekje opzetten. Of op de bank gaan liggen en een serietje of filmpje aanzetten. En dat zou dan een Nederlands liedje of een Nederlandse serie of film kunnen zijn. En misschien ben je te moe om actief te luisteren en actief bezig te zijn met de ondertiteling, de taal. Maar ook al doe je dat niet, onbewust hoor je wel de klanken, onbewust hoor je de woorden, de zinstructuur. En we moeten niet onderschatten hoeveel wij op die manier, op een soort passieve manier, leren. En misschien dat je tijdens het kijken van de film op een gegeven moment minder moe bent en denkt, oh, in plaats van de ondertiteling in mijn taal of het Engels, switch ik nu naar Nederlandse. En kun je toch nog iets actiever bezig zijn. Maar zelfs al wil je dat niet, het hoeft niet. En ik moet jullie zeggen dat ik het meest Nederlands, Spaans... Dat ik het meeste heb geleerd, Spaans, ja, met series en films en liedjes. Ook al doe ik het misschien niet actief. Ik hoor het steeds en nog een keer, nog een keer en nog een keer. En dingen blijven hangen. Ja, dus al ben je moe, kijk iets ontspannends. Je hoeft niet actief bezig te zijn met, oh, opschrijven, deze woorden, deze woorden, deze woorden. Gewoon relax. Chippy erbij, wijntje erbij, colaatje erbij. En gewoon chillen. Deze tip om te luisteren naar liedjes of naar series of films of iets anders hangt samen met een tip die ik jullie wil geven voor probleem nummer 8. Namelijk dat je geen inspirerend of motiverend studiemateriaal vindt. Studiemateriaal is namelijk niet alleen je grammatica boek of video's op YouTube over grammatica. Studiemateriaal is alles in het Nederlands. Dus de liedjes, de films, de series, een voetbalwedstrijd, groepslessen, yogalessen in het Nederlands,
boekjes lezen, tijdschriften lezen, al deze dingen. Dit is allemaal studiemateriaal. En als je dus op die manier jouw studiemateriaal verbreedt, dan moet er toch wel iets tussen zitten wat jou inspireert. Want als tips gaven sommigen van jullie ook: learn with things you like. I like watching or listening to soccer matches and I learn vocabulary with that. Dus ze vindt dat leuk en ze leert niet alleen vocabulaire over voetbal, maar ook nieuwe dingen. Iemand anders zei, going to gym group lessons and keep them in touch. Of, wat ik net al zei, dat zeiden sommigen van jullie ook, watching Netflix with Dutch subtitles. Or songs and movies, even if you don't understand it yet, you get familiar with the common words. Of, iemand zei, I'm learning Dutch with books and nursery rhymes. Dus verbreed het. Kijk naar wat je leuk vindt, interessant vindt en gebruik dat als studiemateriaal. En eigenlijk is het nog beter studiemateriaal dan een grammaticaboek. Want uiteindelijk wil je het echte Nederlands leren. En dat zie je dus in series, in je groepsles, at the gym of yoga of weet ik veel, tijdens wedstrijden. Het echte, echte Nederlands. Wat hier ook mee samenhangt was het tweede probleem, namelijk het gebrek aan tijd. Als jij ziet dat je eigenlijk dus je studiemateriaal ook kan vinden in andere dingen dan een grammaticaboek en een les, kun je het ook beter in jouw tijd, ik ben het Nederlandse woord kwijt, incorporated in your daily life. Ik weet het Nederlandse woord niet meer. Oké, goeie Kim. Mm-hmm. Dus misschien heb je geen tijd voor grammaticales of weet ik veel, een cursus. Maar als je dus denkt, ik ga sporten met een Nederlandse docent. Of ik ga, als ik naar mijn werk ga, op de fiets of in de trein of in de auto, Nederlandse liedjes luisteren of een Nederlandse podcast luisteren. Of als ik op de wc zit, ga ik op Duolingo wat nieuwe woorden leren. Dat doe ik. Duolingo op de wc. Dus je hoeft niet alleen te denken aan lange studiesessies van een uur of twee uur. Maar je kan het ook verkorten. Zo zei iemand van jullie ook, do it every day. You don't need to learn for 2 hours. Even 10 minutes is better than nothing. Ja, dus maak je studiesessies korter en bedenk dus dat alles wat je doet, ook het luisteren naar liedjes en het meezingen, is eigenlijk ook studeren. Probleem 3, niet genoeg mogelijkheden om te oefenen. Deze is heel moeilijk, vooral als je niet in Nederland of een land woont waar ze Nederlands spreken. Want we hebben natuurlijk ook België of ABC-eilanden. Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname. Maar goed, laten we beginnen met de mensen die in Nederland wonen en ook hier niet veel contact hebben met Nederlanders. Wat kun je doen? Nou, 1. Download de app Meetup. Ik ga niet uitleggen wat dat helemaal is, maar op Meetups worden er meetups georganiseerd. En ik deed dat tot en met 2 jaar geleden ook. Ik organiseerde meetups voor mensen die Nederlands wilden oefenen. Ik deed dat in Den Haag. En in veel steden in Nederland zijn dit soort meetups. Dus als je dat nog niet wist, download die app. Ik organiseer trouwens een meetup op 8 mei, zondag 8 mei in Den Haag. Er zijn nog een paar kaartjes. Dus als je wilt komen, ga naar de beschrijving. Daar vind je de link naar Eventbrite. Nummer 2. Check of er een language café zit waar je woont. In Den Haag bijvoorbeeld zit het Dutch Language Café. En zij organiseren super veel dingen. Dus je kan daar lid van worden. En als je via mijn affiliate link gaat en deze code gebruikt, dan krijg je de eerste maand korting. En in andere steden zijn er vast ook language cafés.
Nummer 3 is kijk of er in de bibliotheek bijeenkomsten zijn waar mensen Nederlands met elkaar oefenen. Of ga op zoek naar een taalmaatje. Nou, een taalmaatje is iemand met wie je ook Nederlands oefent. Soms een Nederlander, soms misschien ook een student. Maar kijk naar de links in de beschrijving. Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met anderen die Nederlands leren. Dit is allemaal voor als je in Nederland of België woont. Of ergens anders waar ze Nederlands spreken. Als je in een land woont waar helemaal geen Nederlands gesproken wordt en weinig Nederlanders of Nederlandstaligen, ja, moedertaalsprekers, wonen. Wat kun je dan doen? Nou, ik heb iets nieuws. Ik heb een nieuwe community gelanceerd op het Vibely platform. En dit is speciaal voor studenten die online iets meer willen oefenen. Hier upload ik heel veel challenges waaraan je kunt deelnemen. En zoals je ziet zijn dat challenges voor verschillende niveaus. Om voor verschillende vaardigheden, om verschillende dingen te oefenen. En je kunt meedoen met challenges door entries te typen. Of door een video op te nemen en dan te uploaden. Dus zo oefen je ook je spreekvaardigheid. Nou, kijk op mijn Vibely pagina, daar kun je alle challenges zien. Wat je daar ook kan doen is meer met elkaar oefenen. Er zijn chatboxen waar je met elkaar kunt typen. Er is ook een live room waar je als je wilt met anderen live, een soort van Zoom gesprek, maar dan in het platform, ook met elkaar kunt oefenen en met elkaar kunt praten. En je kunt dan dat zelf daar organiseren. Dus je bent wat meer betrokken bij elkaar. Bij elkaars proces om Nederlands te leren. En ik ben daar ook om jullie een beetje te motiveren. Want ik reageer ook op jullie uploads. Dus ook wat contact met mij. En als je dat niet wilt en je wilt oefenen, dan zou je ook nog naar platforms zoals iTalki of LinguaTalk kunnen gaan. Hier vind je docenten en tutors. En met hen kun je ook oefenen op verschillende manieren. En ik heb voor allebei deze platforms een affiliate link in mijn beschrijving. Dus als je mij een beetje wilt supporten, ga dan via mijn affiliate link naar deze platforms. En als je je later daar aanmeldt, dan krijg ik een klein bedrag. Maar door dit soort dingen kan ik ook dit soort video's voor jullie blijven maken. Die jullie gratis hier kunnen bekijken. Oké, probleem 4. Je ziet geen vooruitgang. Dat is super frustrerend natuurlijk. En ook demotiverend. Als je het gevoel hebt dat je niet vooruit gaat. Dus dat je wel studeert, maar niet vooruit gaat. Oh mijn god, ja, natuurlijk is dat frustrerend. Maar ik denk dat het vooral een gevoel is. Want het kan bijna niet anders dan als jij echt bezig bent, dat je niet vooruit gaat. Maar meestal zit je midden in het proces. En als je in het proces zit, dan zie je jouw eigen vooruitgang bijna niet. Dus wat belangrijk is, is dat je eigenlijk even eruit gaat en gaat reflecteren. En hier heb ik de worksheets voor gemaakt. How to find your motivation, door te kijken waar je naartoe wilt en hoe je dat gaat doen. En op bepaalde momenten stil gaat staan en denkt, hier was ik toen, 3 maanden geleden of een maand geleden. Dit heb ik opgeschreven. Nu ga ik kijken of ik dus ook op dit gebied vooruit ben gegaan. Dus sta af en toe stil. Zet doelen en reflecteer of je die doelen hebt behaald. En op die manier kun je toch zien dat je vooruitgang hebt geboekt. En zul je misschien dus jouw motivatie weer terugvinden. En een aantal van jullie zei ook bijvoorbeeld, progress is not visible immediately. Don't give up.
Precies, it's not visible immediately. En focus on the process, not the goal. Dus je hebt misschien een hoog doel of een paar doelen. Natuurlijk wil je daar naartoe werken, maar focus op het proces, niet alleen op het doel. Probleem 5. Nederlanders reageren in het Engels. Ik heb één goede tip van een student die zei: pretend that you don't speak English. Precies. Doe alsof je geen Engels spreekt. Klaar, probleem opgelost. Ja, de laatste video die ik heb gepubliceerd gaat over tips hoe je in het Nederlands met een Nederlandstalige kunt spreken. En misschien kun je ook die video kijken als je die nog niet hebt gezien. Want daar vertel ik nog een aantal andere dingen over hoe je dus je meer zeker kunt voelen en in het Nederlands kunt spreken met Nederlanders. Maar eerst, doe alsof je geen Engels spreekt. Probleem 6. Nederlands is moeilijk. Dat klopt. Nederlands is moeilijk. En daarom maak ik ook mijn video's waarin ik probeer de moeilijkheden ietsje makkelijker te maken of te laten lijken. Maar de tip die ik jullie eigenlijk wil geven is: probeer je niet te veel te focussen op wat je moeilijk vindt. Probeer niet te veel te denken, oh, den, het, en er, en bijzin, en scheidbare werkwoorden, en die dingen zijn moeilijk. Je gaat die dingen proberen zo goed mogelijk te leren. Maar verder is het niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is jezelf zeker voelen en ook fouten durven te maken. Want het is moeilijk, dus je gaat fouten maken. En probleem 7 hoort hierbij dat je je onzeker voelt en dat je geen fouten wilt maken. Maar iedereen maakt fouten. En fouten maken is ook goed, want als jij op de juiste manier wordt gecorrigeerd, leer je van je fouten. En kijk eens naar kinderen. Hoe leren kinderen hun moedertaal? Ten eerste, het duurt een aantal jaar. Ten tweede, ze maken superveel fouten. Fout na fout na fout na fout. En doordat zij gecorrigeerd worden door hun ouders of door andere mensen, maar ook doordat ze heel veel input hebben door gewoon dingen op de achtergrond, gesprekken van anderen, mensen die tegen hen praten, filmpjes. Daardoor leren ze op een gegeven moment de juiste manieren. Dus daarom zei ik ook, luister naar liedjes, kijk series, kijk films. Maak fouten, wees een kind. Een kind is niet onzeker. Voor een kind is de taal ook moeilijk. Maar hij of zij praat gewoon. Hij of zij maakt fouten. Dus jij mag fouten maken. Jij moet fouten maken. En probeer dus iets liever te zijn. Dat maakt niet uit. Dat maakt echt niet uit. Het hoort erbij. Dan probleem nummer 9. De Nederlanders. Natuurlijk zijn er onbeschofte Nederlanders die niet willen helpen. En gewoon, weet je, in het Engels blijven praten. Of niet langzamer willen praten. Of weet ik veel, gewoon niet leuke mensen. Die bestaan. Die bestaan overal. Dus vermijd die mensen. Trek je niks van hen aan. En zoek de leuke Nederlanders, want die zijn er ook. Als laatste een ander specifiek probleem dat iemand noemde was I can't remember new words. Ja, ik heb dat ook in het Spaans. Ik heb super veel moeite met nieuwe woorden of zinnen leren. Dus ik heb op mijn Vibely community deze maand een post-it challenge. Dat betekent dat je elke dag minimaal één woord op een post-it schrijft of een zin. Die plak je ergens op. Je loopt er steeds langs. Op den duur heb je dit onthouden. Je trekt het er weer af. En nou ja, zo hangen er nog een paar post-its.
En op die manier kun je misschien proberen de nieuwe woorden te leren. Voor mij werkt dat. En misschien voor jou ook. Dus je kan samen met mij en de andere Vibely members op Vibely meedoen. Of je kunt het zelf thuis doen. Dat kan natuurlijk ook. Een paar inspirerende dingen die mensen zeiden. Eentje was: learning a language keeps your memory sharp, especially when one gets older. Dus zie het ook als een training voor je brein. Nummer 2. Remember, Dutch is beautiful. And the Netherlands and Dutchies are wonderful. Oh my god, wat lief. Dankjewel. You do want to live there. Don't give up. Ah, super lief. Dankjewel. Think that you will feel connected as a part of the country that you live in. Precies. Dus ook al heb je het niet nodig en spreek je vooral Engels, het geeft toch een gevoel van connectie als je de taal leert. Oh ja, een laatste tip. Get a Dutch partner. Ik was het niet vergeten. Vind een Nederlandse partner. Ga op Tinder, op Bumble, op Facebook, dating, I don't know. Vind een Nederlandse partner ter inspiratie. En de allerlaatste tip. Study with Kim. Oh, dankjewel. Ja, study with me. Leer Nederlands met mij. En als je dat wilt doen, maar je was nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan nu. Laat me weten in de reacties welke problemen jij herkende. Of je nog andere tips hebt. En laten we elkaar blijven motiveren om Nederlands, of voor mij Engels, Spaans. Laten we elkaar blijven motiveren om door te gaan. En als je mij wilt motiveren door te blijven gaan met deze video's te maken, please geef deze video een like. Ik wens jullie allemaal een fantastische dag natuurlijk. Tot heel snel in de volgende video. Doei!